Voorzitter, waarom zit deze man er eigenlijk nog? Op 15 januari 2021 trad deze minister-president af vanwege de grootste misdaad uit de geschiedenis van de Nederlandse overheid, de moderne geschiedenis. De toeslagenmisdaad. Door het overtreden van wetten, door een vieze, institutioneel racistische werkwijze, door het wegmoffelen van waarschuwingen en kritiek, door de rechtsbescherming vakkundig te slopen, zijn tienduizenden ouders en kinderen kapot gemaakt. En deze premier was daarvoor verantwoordelijk. 20 jaar geleden gaf hij de opdracht als staatssecretaris voor een fraudejacht op mensen met een migratieachtergrond. En toen de rechter zei, dit is racisme, wilde hij de wet wijzigen om het toch mogelijk te maken. En hij ontketende hiermee mede de grootste illegale fraudejacht op kwetsbare Nederlanders.